Ik ben Dalou, HBO-verpleegkundige in de wijk bij Vierstroomzorg Thuis. En vandaag gaan we naar mevrouw Van Tol en daar gaan we nog wat dingen laten zien van de Beter Later-lijst. Eerst even kijken wie ervoor staat. Komt u binnen? Wij strippen regelmatig de urine bij mevrouw, ondanks dat het op de Beter Later-lijst staat. En het staat op de Beter Later-lijst onder andere omdat de urine het beste gelijk naar het lab gebracht kan worden. En het is dan ook dus tijdsbesparend, omdat je niet eerst hoeft te testen en dan weer naar de huisarts en ga zo maar door. Wij doen dit wel regelmatig bij mevrouw, omdat het voor mevrouw minder belastend is. Dus dat ze niet telkens de urine naar de huisarts heen en weer hoeft te brengen. En dit komt eigenlijk omdat mevrouw geen klachten ervaart van haar blaasontsteking. Dus ook niet precies weet wanneer ze het heeft. We gaan de urine nu strippen. Eigenlijk zijn het kleine strips die je eventjes in de urine houdt. De urine ziet er verder nu schoon uit. Mevrouw Van Tol, ik heb begrepen dat u niet zo heel goed slaapt de afgelopen tijd. Nou, zeg maar gerust heel slecht. Ja. Ja. En gebruikt u daar iets voor? Of, Nou, praktisch niet. Nee. Nee. Ik durf het toch niet. Ik heb wel eens iets van de drogist, maar ik durf het niet zo erg aan. Omdat ik heel duizelig ben. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk ook melatonine. Ik heb daar verder inderdaad niet zoveel uitleg over. Dus dat is inderdaad verstandig om daar eens advies aan de dokter te vragen. Ja. Een huisarts kan dat natuurlijk toch iets beter om ook te kijken hoe dat met andere medicijnen zit. Ja. En, ja, want ik heb ook een tabletje voor duizeligheid. Ja. Dat werkt soms tegenstrijdig. Daarom. En het kan ook zijn dat door de melatonine dat u natuurlijk nog gevaarlijker wordt dan dat u al bent. Ja. Dus ik denk dat het verstandig is als u eens advies gaat vragen bij de huisarts. Ja. Hoi, mijn naam is Eveline. Ik ben verpleegkundige bij Vierstroomzorg Thuis. Goedemiddag. Verder. Dankjewel. Zo, mevrouw Busje, hoe is het met u vandaag? Dat gaat goed. Ja? Ja. Oh, dat is heel erg fijn. Ja. Wat ik aan u wilde vragen eigenlijk. Hoe voelt u zich hier in deze thuisomgeving? Nou, ik woon hier heerlijk en ik heb hele fijne buren. En ik heb een grote groep met vrienden. En wat doet u eigenlijk zoal over de dag? Als er geen schoolvakanties zijn, dan werk ik ook voor vluchtelingenwerk. En dan doe ik ook taalcoaches 1-op-1. En ik heb dan een klasje met buitenlandse dames. En wij doen dan de taallessen. Nou, ik merk dat u eigenlijk een best wel een goed en sociaal netwerk hebt. Klopt. Ja, nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Zoals jullie kunnen zien is het dus niet altijd nodig om bij elke cliënt te screenen op eenzaamheid. Vroeger deden we dit eigenlijk altijd, maar dat hoeft nu helemaal niet meer. Het is wel heel erg gezellig, maar het is echt niet meer nodig. Niet altijd. Ik ga jullie ook nog even laten zien hoe ik beter niet mijn handen kan wassen. In de coronatijd was het heel normaal dat je je handen in de wijkverpleging ging wassen met water en zeep en daarna ging desinfecteren met de desinfectants. Maar dat hoeft nu niet meer. Net zo lang wrijven tot je handen weer droog zijn. Maar dat hoeft gelukkig niet meer.